Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Ark. Wat misschien wat teweeg zal brengen. Oh mijn god, ik heb de vleermuizen getriggerd. Get the fuck out here. Want dit is een enorm platform, joh. We kunnen echt zo'n enorme basis maken. Maar we beginnen... Ja, weet ik veel waar we beginnen. Dus de technische dingetjes nemen we mee. Een smithy, een refining forge. We moeten eigenlijk niet meer dingen gaan verzamelen bij deze basis dan nodig is. Yo dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een ARK aflevering. Nou, de vorige keer zeiden we... Hey Harm, hoe is het? De vorige keer waren we een beetje begonnen met ons huisje en toen kwamen we erachter van... Hey, nou, als wij die technische snufjes zoals een refining forge en een preserving bin en een smithy zouden willen hebben... Dan zou ik die gewoon letterlijk moeten meenemen. Maar aangezien Harm hier nog is, kan ik dus niet alle refining forges meenemen. Maar kan er in ieder geval wel eentje meenemen. En een smithy, nou, aangezien er nog heel wat spullen in zitten, laat ik die anders nog wel eventjes staan. Maar dan neem ik wel in ieder geval de helft van de metal ingots mee. En de helft van de andere resterende spullen die hierin zitten. Voor de rest, ja... Zo, mijn karakter is nogal volgeladen. Hopelijk kan dat op deze foto... Nee, dus... Ik wil te veel in één keer doen. Wacht eens even, kan jij dat misschien dan dragen? Jij kan dat enigszins wel dragen. Oké, dit is al een tikkeltje beter. Je kan in ieder geval nu sprint vliegen, om het zo maar eventjes te noemen. Dan gaan we nu gewoon eens even kijken bij onze nieuwe basis. Wat betreft die grote rakkervogels, die vliegen hier eigenlijk wel... constant. Dus dan weten we ze eigenlijk constant te vinden. Ik dacht die dingen zijn veel zeldzamer wat dat betreft. Maar ik heb ze hier nu echt al 3 of 4 keer gezien. Oh shit, mijn vogel zit zonder stamina. Ja, top. Duurt even een eeuwigheid voordat we beneden zijn. Ik merk ook dat mijn karakter een beetje honger begint te krijgen. Maar gelukkig is hier een hele rivier met water. Nou, waar water is, zijn vissen. En vissen zijn natuurlijk een makkelijke target om eventjes snel vlees mee te verzamelen. Dus dat gaan we dan zo direct eventjes doen. Maar eerst moeten we nog eventjes de spullen overbrengen bij de nieuwe basis. Godzijdank, de basis die staat er nog. Ik was misschien bang dat er in de tussentijd iets zou gaan gebeuren. Waardoor misschien mijn spullen weg zouden zijn of wat dan ook. Dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. Is gelukkig niet gebeurd. Dus nu kunnen we gewoon een klein beetje gaan inrichten. Van wat we waar willen hebben. En dit kunnen we natuurlijk allemaal uitbreiden... Naarmate de tijd vordert, maar voor nu eventjes zo. Oeh, jezus, ik moet ook even een schaar misschien gaan maken om die baard bij te trimmen. Want die is ook flink gegroeid in de tussentijd. Oké, uitbreiden, dus we hebben meer hout nodig. Wat is dit? Een SFR 100T? Dit is een soort van assault rifle sniper gebeuren. Wat is dit? Een transponder. Can be attached to living creatures to track their location. Oeh, oké. Dat klinkt wel geinig. En hier op level 68 zijn de minigun turrets. En we zijn op het moment level 66. Dus met de turrets kunnen we uiteindelijk zeg maar onze basis verdedigen. Maar dan moeten we ook nog een heel elektronisch netwerk moeten we neerleggen, et cetera. Nou, daar zijn we nog niet. We zijn nog zeg maar in de opbouw van onze basis. Dus ja, top. Ik ga eerst even een zoot foundations maken. Zodat ik gewoon mijn basis kan uitbreiden naar waar ik het overal wil hebben. Want op de grond bouwen is niet zo handig. Dus al zetten we gewoon overal foundations neer. Dan kunnen we uiteindelijk langzamerhand al dit grondgebied innemen. En dan ligt het er uiteindelijk ook maar aan hoe groot we onze normale basis willen hebben. Want... Ja, we hoeven niet alles in te nemen. We kunnen ook nog een beetje een tuin overhouden om uiteindelijk de dino's neer te plaatsen. En dino's hebben natuurlijk geen foundation nodig om op te staan. Maar laten we eerst even voor wat eten gaan zorgen. Er is hier, als het goed is, heel wat water. En waar water is, is vis. Dus we moeten even kijken of we niet gaan worden aangevallen door bepaalde dino's. Nee, deze plek ziet er best wel... Oké, op die raptor na ziet het er best wel veilig uit. Hé, hey, raptortje, kom jij nou deze kant op? Wat gezellig! Auw. Oké, je valt dus net wel de vogel aan. Ik dacht, die staat op net groot genoeg afstand, maar blijkbaar niet. Hazikidee, jij zit even daar.
En dan hebben we hier gratis vlees. Top. Oké, dat vlees pompen we gewoon even in jou, huppakee. Want dan heb jij ook weer wat te knabbelen voorlopig. Gaan we nu even kijken voor vis. Oké, dat is een parasaur, dat is geen vis. Voor de rest zie ik ook bijzonder weinig vis. Oké, wacht. Werkt dit op een parasaur? Shit. Wacht, nog een keer proberen. Kijk, dat werkt hè. Dat werkt. Nou, gewoon speer op zijn mik gooien. En hij is neer. Huppakee, nog meer vlees. Nou, dan zullen we waarschijnlijk nu wel even genoeg vlees hebben voorlopig. Zoveel hebben we niet nodig. Aangezien het eten, dat gaat heel langzamerhand naar beneden. En alsnog, als last resort, kunnen we ook nog gewoon besjes van de grond afplukken. Zo, laten we die dan maar even daar in de hoek doen. Gooien we grotendeels ons vlees op. De laatste 18, die mag jij even lekker gaan oppeuzelen. Heel klein beetje spark powder erop. Als dat werkt überhaupt hierop. Kijk, dat werkt gewoon. Gaat dat gewoon lekker zijn gangetje, heb ik uiteindelijk aan het eind van de dag lekker wat vleesies. Gaan we nu nog wat extra hout verzamelen. Foundations, 15. Willen we er zoveel? Laten we zeggen 8. 8 om even mee te beginnen. Zodat we in ieder geval hier nog omheen één belijning kunnen doen. En dan denk ik dat we qua oppervlakte eigenlijk wel goed zitten. Want anders wordt het... Je kan ook nog altijd de hoogte in werken, weet je. Niet alles hoeft op de begane grond. Oké, dan zijn we qua oppervlakte, vind ik, wel goed. Dan moeten we nu eigenlijk aan de muren gaan werken. Gaan we eens even kijken wat voor leuke muurtjes we hebben. We kunnen al gelijk voor de large wood wall gaan. Daar kunnen we gelijk 10 van maken. Uitstekend. Kijk, want die is gelijk op een prima hoogte, zodat je ook gelijk in de hoogte kan werken. Nou, hebben we dat, die kant al zo'n beetje compleet. Voorkant ook bijna. Moet die kant nog en die kant nog. Eens even kijken. Wat hebben we nodig? Meer hout, meer thatch. Kom voor de bakker. Oh, er komt een raptortje deze kant op, hoor. Ah, komt u maar even lekker. Ik heb het middeltje tegen jou gevonden, meneer de raptor. Jij bent geen gevaar meer. Ik hoef alleen maar een bola om dat pootje heen te doen. En er is er niks meer aan de hand. Hartstikke idee. Lekker damage. 135. Je stelt niks meer voor, makker. Zo, jezus, wat was dat? Oh my god. Makkers! Het is een terrorbeurt. Zo'n stinkvogel die... Oh my god. Ik ben gepoisoned. Hier. En hier. Lekker een speer in je mik. Klote beesten. Wel gratis kaitin. Dank u. En... Dank u. Volgens mij moeten we even die bola verversen op dat beest. Ja, want jij zat er met je ogen te loeren op de jerken. Wat krijgen we nou? Wat valt hem aan? Oh, hier wil ik bij helpen. Hartstikke idee. Shit, mis. Oké, zo. Oké, kan ik het ook gewoon even niet te laat doen? Zo. Hé. Kijk, nu mag je hem gratis rammen. Kijk, en dan is hij neer. Alsjeblieft, mijn jongen. Ik heb ook geholpen. Serieus, kom ik er nog 2 tekort? Uiteindelijk boeit het voor geen ene reet. Want ik moet uiteindelijk nog veel meer hebben dan dat ik nu heb. Oké, voor een smithy hebben wij nodig. Geen idee. Ik weet niet, die ene tooltip is nu weer... Oh, wacht. Kijk, daar was hij. Ik heb per ongeluk hierop geklikt. Oké. Voor een smithy hebben wij nodig hide, metal ingot, stone en wood. Zo, laten we de smithy dan alvast even in het nieuwe gedeelte plaatsen. Weet ik veel. Laten we hier kiezen. Alhoewel, wat nou als ik gewoon dit hele complex even zo uit elkaar haal? Want ja, het is allemaal S+, dus je kan het oppakken wanneer je wil. Zo, en waar dus eerst een huisje stond, die staat er nu niet meer. Hartstikke idee. Oké, dan gaan we nu gelijk even de deuren plaatsen. Zo. En... Zo. En de wood walls. Daar en... Daar, zo zie je maar weer hoe hoog die eigenlijk die large walls zijn. En hartstikke idee. Kijk, en dan is het hele complex dicht. Tenminste, wat betreft de buitenmuren. Want we moeten ook nog met ceilings gaan werken. En dat wordt lastig. Want ik heb er maar 4. Oké, eens even kijken. Hoeveel moet ik er nog? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 12. Shit, ik kom er 5 tekort. No!
Elke keer weer. Ja, als ik uiteindelijk deze vogel wil behouden, dan moet ik natuurlijk wel een soort tuin hebben waar hij gewoon kan blijven. En waar ik dus ook gewoon bij kan. Dus we moeten ook gelijk even een soort van tuin gaan maken. Uh-oh, raptoralarm! Help! Slingeren en werpen. En rennen, springen. Right. Mag ik? Ja hoor. Het werd toch even gevaarlijk, maar die raptors doen niet zoveel. Ze zijn in het algemeen gewoon heel irritant. Ja, meneer de level 20. In uw mickey, hè? Ik hoor iets. Het zijn mieren. Verdomd. Altijd die stinkmieren. Hallo mensen, mijn naam is Milan Knol en welkom bij een mierenvlog. Doodmaken die ap. Ah! Wacht. Jij scheidbeestje, ren maar. Zo. Kijk, die droontjes, deze speer is ideaal. Ik heb er al zoveel... Ja, kijk, daar kom je weer, hè. Daar kom je weer voor ronde 2, hè. Je scheidbeest, hier. Accepteren, hè. En een pijl in uw mik krijgen, hè. Ben je 145? Ben je mal in je kop om mij uit te dagen? Waaah! Zo. Kijk eens aan, ons teentje is dicht. En dit dit krappe spulletje, dat ruim ik uiteindelijk later nog wel even goed op. Maar, kunnen we nu even lekker gaan werken met Fence Foundations. Ik stel voor dat we het eerst gewoon even in het verlengde van het gebouw maken. En uiteindelijk kunnen we nog wel later uitbreiden. Maar we moeten nu gewoon eventjes iets kleins hebben. En de... Oh shit, ik heb er één te veel gemaakt. Oké, nou, dit is hem in ieder geval. Dit wordt de tuin. Eentje extra kan op zich geen kwaad. Dan moeten we even gaan kijken naar een wooden gateway. Daar hebben we stone voor nodig, nog wat extra. En de gate zelf, uiteraard. En zo, oké. Nou, dan hebben we dat in ieder geval. Moeten we nu nog even een paar extra large walls gaan maken. Om even de omheining compleet te maken. En dan is de tuin ook compleet. Dan kan ik ook nog een feeding trough neerzetten. Zodat elk beestje wat hier dan uiteindelijk komt, ook nog zich welkom zal voelen natuurlijk. 1, 2 en de laatste is nummer 3. Dus de tuin is ook compleet. Nou, nu dan nog even een feeding trough. Daar hebben we metal en thatch nog voor nodig. Nou, dat heb ik hier als het goed is ook nog liggen. Oh shit, ik heb 4 metal. Dit is zo ideaal dat hier gewoon een metal node recht voor mijn huis staat. Er komt gewoon elke keer... Maar, wat zal het zijn? We zitten nu op 200... Al komt er 300 uit, uit elke node. Dat zou helemaal top zijn. Nou, maak er maar gerust 400 van. 398 metal uit zo'n steen. Nou, hey, top. Schuiven we gewoon door naar de volgende. Oh my god, er zit er nog één onder. Oh my god, er is hier zoveel metal. En dan gaan we tegelijkertijd ook even een hele zoot flint verzamelen. Zodat we gelijk ook spark powder kunnen maken. Zodat we dus die metaal weer om kunnen toveren tot... Of die metalen oors kunnen omtoveren tot metal ingots. Zo, die staat daar heel mooi. Shit, waar is mijn vlees heen? Maar natuurlijk. Meneer de jerrycan, sorry dat ik u even heb achtergelaten. Maar als ik al dat spul op je nek moest leggen, dat had jij niet kunnen dragen. Dus, hartstikke idee. Jij staat hier nu lekker goed. Die haal ik even lekker uit je inventaris vandaan. Want jij mag nu smikkelen vanaf de feeding trough. Dus dan is het niet meer nodig om zelf wat te dragen. Nou, en dan eigenlijk met een flits verder hebben we gelijk een hele complete basis. Dat ziet er toch goed uit, joh. Tenminste, ja, het is alleen nog maar een omheining. Maar van wat het was tot wat het nu is, ja, lijkt me een best mooie stap. Dan moeten we nu eigenlijk ons een beetje gaan zorgen maken wat betreft water. Want kijk, we kunnen wel zo'n waterwell maken, maar... Kijk, ik weet niet of die enezelfde add-on hier weer in zit als de vorige keer dat we hadden in Scorched Earth. Want dat was toen een soort metalen pijp die eigenlijk gewoon water uit de grond vandaan haalde. Ook al zou dat niet mogelijk zijn. Ik weet niet wat dit is. Smithy MR Rare Tools High Tech. Oké, komen we denk ik uiteindelijk wel achter. Oliepomp weet ik niet of dat handig is in deze map. Komen we uiteindelijk later ook wel bij. Oeh, wind turbine. Maar natuurlijk, eens even kijken. Hoe staat de wind hier? Ik zie windpercentage van bok. Ik zie het er niet bij staan. Oké, we moeten nog een paar dingetjes maken in onze woning. Sowieso een mortar en pestle. Hide en stone.
Maar wat misschien nog wel belangrijker is dan de mortar en pestle, het toilet. Cement en pace 200, crystal 40, metal 180, stone 30 en wood 70. Oké, dan hebben we nu 15 cement en pace. Dan kunnen we in ieder geval een waterwell mee maken. En met de waterwell moeten we eventjes naar beneden toe vliegen. Want van wat ik mij nog kan herinneren, zat hier ergens langs de kant. Volgens mij daar. En volgens mij is er geen eentje dichterbij. Dan zit hier de waterwell. En dan zouden we daar eigenlijk wat bovenop moeten kwakken. Of een waterveen. Nee, ik zie er geen eentje hier. Dus die ene daar in de hoek is inderdaad het meest dichtbij. Hartstikke idee. Nou, er zit daar in ieder geval wat water. Dan moet die nog even goed helemaal vullen en irrigaten en noem maar op. En ik weet niet exact hoe het met die pipes werkt. Maar die zou dan zeg maar hieraan moeten worden verbonden. Alleen ja, wat we in Scorched Earth hadden geleerd is dat het niet echt werkt zoals bedoeld. Ik zat te hopen dat het hier wel zou werken, maar zo blijkt maar weer van niet. Nee, dat was zonde van mijn resources. Nou, in ieder geval, we laten het hier maar eventjes bij. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je toevallig nog twee andere video's van mij zien, kan je op een van deze twee knoppen naast mij drukken. En dan zie ik je graag terug bij de volgende aflevering. Doei doei!